Wil je sorry zeggen tegen je moeder of kijkt hij deze vlog niet? Ja, mijn moeder had op een gegeven moment gezegd dat als ik een snoepje of chips pakte zonder het te vragen, dat het hetzelfde was als stelen. Buurtje, ga niet weg. Tears. Okay. Work is calling. Mine too, but I stay home. I'm happy that I don't have to stay home. Otherwise all the kids have to come in this home. Oh, ja. Yeah. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag donderdag. Ik sta lekker aan mijn staanbureau. Dit is eigenlijk gewoon een ombouw om een verwarming. Maar die verwarming staat nu niet aan. Trouwens, best lekker zou zijn als die aan zou staan. Dat je wel van die hele warme benen krijgt omdat je tegen de verwarming aan staat. Ik weet niet hoe goed dat zou zijn voor mijn laptop. Goed verhaal. Ik ben mijn vlog aan het editen. Ik heb een lekker sapje. Ik heb een geurkaars. Bring it on. Oh mijn god, ik deed net zoiets engs. Ik dacht dat dit mijn kop thee was. Daar is mijn kop thee. En ik deed aan mijn mond. Dus het is super natuurlijk. Ik had bijna mijn kaars, mijn brandende kaars gedronken. Helemaal in mijn video editproces. Die kaars gaat even helemaal naar de andere kant. Voor degenen die zich afvragen hoe het op dit moment met mijn gehavende lichaam gaat. Mijn knieën... Die ligt nog steeds helemaal open. Gaat niet echt dicht. En ik moet eventjes nieuwe gaasjes halen. Want ik kan nu ook eigenlijk niet douchen omdat ik geen gaasjes nog steeds in huis heb. Ik had gisteren wat van Tuur gekregen. We hadden één gaasje uit de verbandtrommel op school gehaald. Maar die kon natuurlijk niet meer meenemen. Want anders hebben de kinderen straks geen verband. En mijn heup is een beetje dik en blauw. En ook pijnlijk. En mijn arm gaat wel oké. Ik heb hier een blauwe plek en op mijn elleboog een blauwe plek. Maar verder oké. En mijn linkerknie is... Ja, die buigen gaat op zich wel goed. Dus ik denk niet dat het heel ernstig is. Ik ga de Runners World documentaire kijken over Booster Boston. Boston, Booster Berlin. Ik ben nu een half uur stil gaan zitten. Dus ik ga ook even buikspieroefeningen doen tegelijkertijd. Ik hoop dat dat lukt met mijn knieën en mijn andere gehavende lichaamsdelen. Maar ik ga het gewoon proberen. Oké, ik ga even naar de winkel om pleisters en gaasjes te halen. Want nu heb ik niks op voorraad en nu kan ik dus ook niet douchen. En ik ga zo naar de fysio en dan wil ik wel even gedoucht hebben van tevoren, zeg maar. Weet je nog dat ik een maand geleden ongeveer heel veel sapjes kocht bij de Hoofdvriend van Innocent? Omdat ze allemaal afgeprijsd waren naar 1 euro. Dit keer is dat dus bij de Albert Heijn het geval. En het is dus totaal niet gesponsord. Ik ben gewoon echt fan van dit soort acties. Oké, ik lag dus net bijna weer, hè. Door dit lullige dingetje in het asfalt. Ik moet echt leren mijn voeten beter op te tillen. Maar ik moet zeggen dat het nu mijn benen ook wel redelijk stijf zijn. Mijn knieën redelijk stijf zijn door het vallen. Dat maakt het er niet echt makkelijker op. Oké, die mevrouw die mij heeft voorgelicht in de winkel bij de Ethos. Dat was heel vriendelijk, maar dit is natuurlijk echt geen succes. Ze zei dat dit genoeg was, dat ik niks anders nodig zou hebben. Maar dit is gewoon, hier moet nog iets overheen. Alleen dat heb ik dus niet. Oké, het bericht waarvan je nooit dacht dat het komen zou. Wauw. Oké, ik ben bij de fysio. Ik ben net even langs de apotheek gegaan om deze gaasjes te halen. Deze ga ik er weer onder doen en deze, ja. We gaan dit kunstwerk eventjes aanpassen. Het ziet er echt niet uit. Dit is de update trouwens. Ik ben weer terug van de fysio en ik heb een verwijzing naar een bekkenbodem fysio gekregen. In ieder geval, ik moet naar een bekkenbodem fysio en ik krijg nog een nummer van iemand die ik moet gaan bellen hiervoor. Ik heb namelijk een aantal klachten die erop zouden kunnen duiden dat mijn bekkenbodem niet goed functioneert. En mijn fysio zei, waarom heb je dat niet veel eerder verteld? En ik had echt zoiets van, ja... Oké. Ja, ik weet niet. Ik heb daar nooit over gepraat eigenlijk. Dus binnenkort naar een bekkenbodemspecialist. Ik had het eigenlijk niet op de planning staan. Maar ik ga hardlopen. De zon schijnt namelijk, zoals je kunt zien. En de komende dagen heeft ze alleen weer regen aan. Dus ik wil even lekker van de zon genieten en even lekker hardlopen. Dat mag ik trouwens ook gewoon van de fysio. Dus dat is niet stiekem of zo. Ik mag weer vaker dan om de dag hardlopen.
Omdat dit ook niet de oplossing bleek te zijn. Ik ga lopen zonder iets op mijn knie, want het blijft echt niet zitten. Het weer is echt fantastisch. Ik ben zo blij dat ik naar buiten ben gegaan. Echt. Nog beter dan gisteren. Ik denk dat het zit op mijn been. Maar het is maar een takje. Oh, echt. Dit is echt gewoon puur genieten. Zo fijn. Oh, ik hoop echt dat we nog een paar van deze mooie herfstdagen krijgen. Want ik kan hier echt super van genieten. Ik ben weer thuis in de training. En ik heb curry gemaakt. En Tuurtje is ook thuis. Jee. En Tuurtje gaat zo weer weg. Ja. En ik ook trouwens. Een appetitje thuis. En ik heb even eten met jou gemaakt. En ik moet straks de griepprik. Lekker broccoli. Yeah. Die rijst vind ik zo lekker hoor, die panda rijst. Dit vind ik altijd alleen zo vies van de broccoli. Die is stil. Oh, mag ik die dan? Ja, die krijg jij. Oh, tof. Ik snap niet waarom we dat gebruiken, maar... Ik vind dat zo lekker. Ik heb dat toen... Ik at dat ook nooit, maar... Ik ging een keer op trainingskamp. En... Toen waren er verschillende mensen die dat allemaal aten. Toen dacht ik, oh, laat ik het ook maar eens eten. Het is echt lekker. Mercuur, ik zat vandaag een video te kijken. Ja. Van een koppel dat de 10.000 calorieën challenge deed. 10.000 calorieën op een dag eten. Eten? Hoeveel dagen lang? Eén dag. 10.000 calorieën eten? Op één dag. Maar dan ben je misselijk, daar hou ik helemaal niet van. Ik weet echt niet, maar het was wel... De jongen had het gehaald, op mij zat maar 7.000. Ik word, als ik dan bijvoorbeeld ijs eet, kan ik echt misselijk worden. Maar ik denk dat de truc is... Of zoete dingen. Mm. Ik denk dat de truc is om vooral zoute dingen te eten. Dus gewoon zakken chips. Ik vind het trouwens een hele rare... Een zak chips eten en dan een stukje hardlopen. Zak chips eten, stukje hardlopen. Ik denk dat je dan wel aan de 10.000 komt. Maar er is dus ook een challenge. Dat is 5.000 calorieën. En dan moet je groente en fruit alleen maar eten. De hele dag. 5.000 calorieën aan groente en fruit. Oh, daar krijg je ook een... Volgens mij krijg je een waterbuik. Echt zo'n buik van. Ik denk dat het nog makkelijker is om 10.000 calorieën crap te eten. Maar ik ga het hier dan wel eens me echt heel slecht voelen. Oké. Okay. Ik vind het een beetje raar. Ja. Zeker omdat er ook honger in de wereld is. Oh, mooi van jou gezegd. Ja, hè? Ja, gelijk. Ik weet wel zeer zeker wie de 10.000 calorieën challenge zou winnen. And it's not you. Ik eet wel meer dan jij altijd. Ja, maar niet dit keer. Dit keer heb ik ook heel veel. Jij bent goed in ijs eten. En chips. Zo. Ja, als wij een zak chips delen, dan heb jij hooguit 20% van de chips. Oh, shit, moet ik echt kaart eten. Ja. Ik heb vandaag ook een hele zak chips op, al voor 12 uur. Hoe deden je ouders dat dan, als ze chips gaven aan jou en je zusje en je broertje? Gaven ze dan een zak, of... Ik kreeg altijd, iedere dag om 5 uur kregen we een eigen bakje. Nee joh, elke dag? Iedere dag. Elke dag chips? Iedere dag chips. We aten wel pas om 7 uur of zo. Als mijn vader thuis was van zijn werk. Soms was dat 7:30. Wauw. Maar ik kreeg alleen zaterdagavond chips. Ja, ik zie wel ook kinderen... Tussen de middag met zakken chips. Ja, wij kregen nooit tussen de middag chips en ook nooit op rare tijdstippen. Alleen iedere dag om 5 uur. Maar die kinderen van mij op school, die krijgen geld. En dan gaan ze met dat geld gaan ze naar een winkeltje om de hoek. Mm-hmm. En dan kopen ze zo'n zak chips en gaan ze op de schoolplein opeten. Nou, toen, mijn moeder was altijd thuis toen ik op de basisschool zat. En toen ik naar de middelbare school ging, ging zij weer werken. En als mijn moeder dan aan het werk was... Dan at ik in plaats van een bakje chips gewoon 1 of 2 hele zakken chips. En dan kwam mijn moeder thuis en dan was de hele voorraadkast weer leeg. Wil je sorry zeggen tegen je moeder of kijkt hij deze vanochtend? Nou, mijn moeder had op een gegeven moment had ze gezegd dat als ik een snoepje of chips pakte zonder het te vragen, dat het hetzelfde was als stelen. Dus toen voelde ik me wel echt heel schuldig, maar ik kon er niet mee stoppen. Ik hou gewoon echt heel erg van snoepjes en chips en koekjes en zo. Dus daarom denk ik dat ik ook best goed zou zijn in die 10.000 calorieën challenge. Ik denk alleen dat dat niet echt goed voor mijn lichaam zal zijn. Oké, Tuur is weg. Het is tijd voor de nieuwe aflevering Riverdale. Althans, die is er wel toch deze week? Yes!
van week. Ik was net helemaal vergeten dat ik mijn griepprik nog moest halen. Ik heb nog 10 minuten. Ik ben nu helemaal naar Montsor gereden, want ik heb nog geen huisarts in Den Haag. Oké, het is inmiddels 10:30 geweest. Stuur is weer thuis. Ik heb ook de griepprik overleefd. Volgens mij heb ik helemaal niet meer gevlogd na de dokter. En ik ga lekker slapen. Of althans, dat is het idee. Je hebt je fles terug. Ja, die was ik gewoon een maand kwijt. Zo, die had ze op de baan laten staan. Bij mijn laatste baantraining, en dat is echt lang geleden. Niet zomaar een fles. Deze fles, als je op het strand ligt, is 30 graden, heb je gewoon nog koud water. Oké, dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video.